In het nieuwe normaal zal er geen avondklok zijn. Dit zegt de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadhar Sukul, in verband met de nieuwe COVID-19-maatregelen die de regering zal treffen. Hij wijst erop dat de maatregelen gefaseerd aangepast zullen worden. 4 weken streven we ernaar om de avondklok inderdaad op te heffen. Binnen 4 weken? Oh, men verwachtte al van... Het kan eerder. Oké. Het kan eerder. Maar over 4 weken willen we... willen we in principe wel zover zijn als... Helemaal geen. Sukul zegt verder dat de overheid nu aan protocollen werkt voor het nieuwe normaal. Het testen, de surveillance, isolatie, monitoren, exitbrieven, quarantainebeleid. Al die dingen die worden dan aan de nieuwe situatie ook snel geüpdate, kan je zeggen. Er is ook nog... het opheffen van avondklok, dat is eigenlijk het meest. En de preventieve maatregelen moeten we door blijven stimuleren, vooral indoor. En ook nog ons vaccinatiegraad, daar moeten we mensen blijven stimuleren. Om eigenlijk beschermd te zijn, steeds beschermd te zijn. Het volledige interview kunt u aanstaande woensdag bekijken in het programma In Gesprek Met...